het idee is geboren om een Albert Heijn die hier al zat onder de grond te maken om een winkelruimte extra te realiseren. Daardoor hebben we heel het gebouw op pootjes gezet, op de nieuwe fundering. En vervolgens daar een nieuw staalconstructie tussen gehangen, die uiteindelijk het nieuwe pand moet gaan dragen. Wij hebben hier al iets verderop hebben een monumentale muren staan. Die moeten allemaal tak blijven, voor je mensenzorg erbij. Nou, die proberen op een zo goed mogelijke manier met elkaar op kunnen vangen. Dat is geluk, we staan een tijdje overeind. De toren is op een gegeven moment gemaakt, moet op druk gebracht worden. Nou, bepaalde newtons, de hoofdkosten opgegeven. Het moet teruggevijzigd worden. Nou, dan hoop je dat alles goed gaat. Dat er geen scheuren in de muren komen, geen zettingen. Dat is allemaal niet gebeurd zover. Dus in die zin is de uitdaging ja, dat het gemaakt wordt en ook ja, dat het langzaam op spanning gemaakt wordt. Als spanning gemaakt wordt, dan kunnen ze de muren slopen. En dan, ja, dan hebben we dus zoals nu staat, om te zeggen. Niet iedereen doet het ook. Om dit niet te bouwen. Het is ook een apart iets. Je moet ook apart, maar ja, het is niet standaard staalwerk. En juist daarin denk ik dat de Pommel heel erg sterk is om aparte dingen te maken en te verzorgen. En je heeft zeker met opgegeven een soort bouwteam idee kunnen maken van joh, dit willen we verzorgen, kunnen we dat met elkaar doen? En dan gaan we kijken, joh, kan dat? Uiteindelijk maken we dit met elkaar en dat doet zeker niet iedereen, nee. De samenwerking gaat altijd goed, korte lijnen, snel iets ophalen 's middags, snel regelen, nou, dat gaat gewoon top. Ja, ik werk zelf al, zolang ik bij Burgerland werk, met Van Pommeren, dus dat is voor mij wel de eerste keuze om bij Van Pommeren te gaan werken.